Hey peeps en welkom terug bij Cracktube. Zoals het bord achter ons hier toont, was er dus een giveaway bezig op mijn eerste kanaal. Maar ja, die video zijn we dus helaas ook kwijt, dus een beetje vervelend. Maar ik ga jullie dus allemaal moeten vragen voor de mensen dat al hadden meegedaan aan de giveaway om even terug mee te doen. Dat houdt in, dus subscriben, de video liken, comment laten op de video. En ja, als je al de Facebookpagina van Nondenjeu had geliked, dan is dat al in orde. Dat had geen invloed op Facebook. Dus, voor mensen die nog niet hebben meegedaan, ga ik nog even alle prijzen tonen. Dat jullie kunnen zien uit welke 7 prijzen jullie allemaal een keuze kunnen maken, moest je de giveaway winnen. Dus ja. Hoe dat de winnaar wordt gekozen is dus op het einde van de giveaway, dus de 2e december, ga ik alle comments controleren dat iedereen alles heeft gedaan. Dus ja, ik herhaal nog eens, gesubscribe op dit YouTube kanaal, een like laten op het kanaal, op de video, een comment laten en op de Facebook pagina van Nondenjeu een like achterlaten. Dus ja. Dat is het. Als je dat doet, maak je kans om één van deze fantastische prijzen te winnen. En dus de eerste prijs wordt dus deze Harry Potter Funko. Dat is een hele mooie Funko. Voor de mensen die fan zijn van Harry Potter is deze zeker een leuke item om toe te voegen. Of misschien om je Harry Potter collectie mee te starten. Dus boom. Nummer 1, Harry Potter. Dan hebben we... Nummer 2 is een dorp van Guardian of the Galaxy. Oeps. En dat is dus Star-Lord. Dus een hele coole dorp. Ik zelf verzamel geen dorps. Maar ik vind dat ze er wel heel leuk uitzien. Hier heb je de ganse collectie van de eerste reeks. En dus Star-Lord. Ik vind, ja, mooie doosjes eigenlijk. Cool. Dus wat, Star-Lord. Keuze nummer 2. Dan hebben we nummer 3 is een hele mooie. Dat is trouwens degene dat je ook kon winnen op de vorige giveaway. En dat is dus Clone Commander Cody. Een hele mooie Funko. Persoonlijk mijn favoriet, geloof ik. Dus wat heel cool is, is dat je ziet het zelf als ik het licht uitdoe. Is die een beetje glow in the dark. Dus zoals in de film heeft deze dus de opdracht van Emperor Palpatine. Van Order 66. Voor dus alle ja, Jedi's uit te moorden. Zoals helaas in de film gebeurt. Spoiler alert voor een film dat al jaren uit is. Maar bon, je weet het maar nooit. Spoiler alert. Commander Cody van Star Wars. Nog eens eventjes rond. Jups. Jups. Dus deze kan je ook winnen. De volgende item is... Build on Brick Mug. Dus ik heb er voordien ook een filmpje van gemaakt. Ik ga dit filmpje hier terwijl de tijd laten afspelen. En dat is dus een drinkbeker tas. Waar dat je dus blokjes op kunt plaatsen. En dat dus helemaal kunt modifiëren. Het gaat met Lego blokjes. Het gaat met mega blok blokken. Mega blok blokken. Blok, 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 blok. Dus ja, heel cool als je een coole tas op je werkplaats wilt en hem zelf wilt tunen. Dus ja, brick on brick mak. Build on brick mak. Woorden, moeilijk. Dan is onze volgende item van Fantastic Beast en dat wordt Percival Graves. En dat is dus ook weer een heel coole Funko. Ziet er mooi uit. En dan weer voor de Potter fans neem ik aan. En ja, Percival Graves. Jullie kennen de personage allemaal als je de film hebt gezien. Ik kan er niks van vertellen, want die film is nog niet zo oud. Dus misschien dat sommige mensen het nog niet gezien hebben. Maar je kunt dus ook Percival Graves als prijs kiezen. Zo, dan hebben we er nog 2. En de volgende is dan weer een dorp. En dat wordt ook van Guardian of the Galaxy, maar ditmaal van de 2e film. En dat wordt dus Ego. Dus een hele mooie dorp, al zeg ik het zelf.
ziet er leuk uit. Dus ja, voor de mensen die de doops verzamelen, is deze een hele leuke aanwinst. Of ja, misschien wil je doops verzamelen en heb je nog geen tijd gehad om er te kopen. Nu kun je eraan beginnen. Gratis een doop winnen. Ik stuur hem naar je thuis, als je wint. Poeh! Aha, dan zijn we bijna rond. En dan is de volgende best wel een speciale. En het is namelijk een van de Funko 2017 Summer Convention Exclusive. En het is van de tv-serie Westworld. En het is de enige echte Musashi. Musashi. Ma. Ma. Dus ja, ik zeg het je, hele leuke serie. De Funko ziet er echt wel super fijn uit. Leuke details. Dus ja, als je de serie hebt gezien, dan heb je een idee welke dat deze personage is. Heb je de serie nog niet gezien, echt een aanrader, Westworld. Best wel een cool verhaal. Ik kan er niks van vertellen, want het is heel makkelijk om er spoilers over te vertellen. Dus ja, ik hou mijn mond toe. Oeh. Zo mensen, dit waren dus de prijzen die jullie kunnen winnen voor de giveaway dat ik dus samen organiseer met de webshop Nom de Jeu. Ook nog iets leuk is dat voor alle mensen die nog meedoen, ook allemaal een reductiecode krijgen van 10% op hun volgende aankoop op de webshop Nom de Jeu. Dus moest je nog bepaalde Funko willen, check zeker hun webshop na. Hele makkelijke te gebruiken webshop. En dan moet je gewoon de kortingscode CRASHTUBE gebruiken. En dan krijg je dus een korting van 10% op de volledige aankoop. Best wel een mooie deal. Dus ja, iedereen kan deelnemen en winnen. Maar eigenlijk is iedereen al een beetje een winnaar dat gebruik maakt van de 10%. Dus ik wil alvast Nom de Jeu nog eens bedanken voor dit samen met mij te doen. En ik wens jullie allemaal heel veel succes en dat de beste mag winnen. Dus ja, onthoud het. Tot de 2e december kan iedereen meedoen. Gewoon subscriben op CRASHTUBE, de video liken, een comment op de video, heel belangrijk, want daar ga ik uit de commentaar weten van wat je wilt. En ook de winnaar uitkiezen. En dan natuurlijk ook nog een like laten op de Facebookpagina van Nom de Jeu. Dus zo, alvast bedankt voor het kijken en vergeet het niet. I'm Crash. And I'm out. Bye bye. Woop.